Met nog anderhalve week te gaan voor de Vierdaagse feesten beginnen en iets minder dan 2 weken voor de start van de Vierdaagse, werd woensdagochtend de traditionele persconferentie georganiseerd. Het deelnemersveld bestaat dit jaar uit zo'n 39.500 civiele deelnemers en afgerond 5200 militaire deelnemers. En ze vertegenwoordigen 67 nationaliteiten. En zoals altijd, jong en oud lopen mee. Onder hen hebben we 471 jongsten, die dit jaar dus 12 jaar oud worden. Maar we hebben ook 257 80-plussers, waaronder zelfs 4 90-plussers. 19 deelnemers gaan in de rolstoel meedoen. 59 deelnemers gaan voor beloning 50 of hoger. En de top bestaat opnieuw uit Bert van der Lans uit Nijmegen, die heel bijzonder dit jaar opgaat voor zijn 70ste beloning. En net als voorgaande jaren op de voet wordt gevolgd door Dick Koopman uit Ouddorp, die voor beloning 68 gaat. Voor marsleider Johan Willemstein wordt dit zijn laatste Vierdaagse in functie. Maar helemaal afscheid nemen van het evenement, dat doet hij nog niet. Die 101ste die moet nog beginnen. Laten we die eerst maar eens proberen af te maken. Wat ik overigens in het openbaar best wil beleiden, want dat heb ik achter de schermen ook al gedaan, is dus dat als het allemaal meezit en de gezondheid blijft in orde, dat ik dan wel van plan ben om volgend jaar zelf weer eens een keer te gaan lopen. Margriet, opschrijven, hè? Burgemeester Bruls wil er het liefst zo min mogelijk woorden aan vuil maken, maar toch moest er gesproken worden over de veiligheid van Nijmegen. Onze grootste voorbereiding zit hem echt niet in het beveiligen van het evenement. Dat vind ik valikante onzin. Dat doen wij natuurlijk wel, maar onze grootste zorg zit meer in de massa's, wat daarmee kan gebeuren, door wat voor oorzaak dan ook, dan het terrorisme. Terrorisme kunnen we ons het beste voorbereiden door onze nationale veiligheidsdiensten te steunen, daar meer geld voor uit te trekken. Want zo worden het ver weg de meeste aanslagen voorkomen in West-Europa, ook in Nederland. Kijk, bij een groot concert zoals we gisteravond de stad hebben meegemaakt, rondom Robbie Williams met 60.000 mensen, met een afgebakend terrein, dan kun je dat gewoon goed controleren. Ik ben er zelf geweest, dat is heel overzichtelijk. Maar dit is een open feest in een open stad en daar staan we ook voor. Het zou zinloos zijn en het zou volstrekt averechts werken om die stad te gaan afsluiten. Ik heb niet de agenten, ik heb niet de mensen en voor een sterker nog, er zouden mensen gaan wegblijven. Dat is niet wat we willen en dat is ook wat we willen uitstralen en wie er ook in de wereld die geïnteresseerd is in deze stad. En ik ga ervan uit dat het net als de vorige 100 keer, de vorige 48 keer of 47 moet ik dan zeggen, Walter, dat de mensen die komen dat eigenlijk doen om te wandelen, om te feesten of een combinatie van beide, wat ik nog altijd een opmerkelijke sterke combinatie vind.